Maar dat was wel een harde staking, hè. Dat was dus echt, oh, mijn rijkswachtontplooiing hier. De echte rijkswacht van vroeger nog, hè. Dat was dus echt een zware staking. Ik moet wel zeggen, die was eigenlijk niet gericht, hoe moet ik het zeggen, tegen de directie en zo. Want toen was het al KS, die was eigenlijk meer gericht tegen, ik zou maar zeggen, tegen de regering. Want ik ben hier toen elke dag rustig naar mijn werk gewandeld of gefietst, geen probleem. Met die mannen gediscuteerd, dat was, maar dat was wel een, hoe lang heeft die geduurd? Een paar weken. En hoe stonden de ingenieurs dan tegenover die staking? Eigenlijk, hoe moet ik dat zeggen? Begrip. Want het was wel zo dat de loon van die mijnwerkers, dat eigenlijk vroeger toch x procent hoger lag als van de gewone industrie, dat dat stilletjes aan ingehaald werd, onder andere door mensen van Ford en al dat, hè? Ik ga niet zeggen, zo, sympathiek is een groot woord, maar toch niet, laat ons zeggen, ik kon er goed mee leven dat die mannen meer verdienden, hè? Zo simpel. Je vertelt dat je gewoon naar je werk kon tijdens de staking, ja. En ze lieten u door. Maar was er dan zoiets als een basisdienstverlening? Of hoe werkte dat voor de veiligheid? Want die moest gegarandeerd blijven. In feite, met die staking had je dus een aantal mensen die dus niet wilden staken. Ja? Uit financiële overwegingen, uit principieel. En het zijn eigenlijk die dingen die tot de conflicten geleid hebben. Hè? Het is wel zo dat nu die... Ik had dus een aantal werkwilligen die op de een of andere manier toch binnengeraakten. En zolang ze die, hoe noem je dat, voldeden voor de veiligheid van de mijn, was het oké. Maar er waren daar dus, de ophaalmachinisten die de liften bedienden. Dat is een essentie, hè? Dus in die periode heb ik een opleiding gekregen als ophaalmachinist. Om in geval van nood, hè, toch. Hè. Maar het was wel zo dat wij mochten geen personeel vervoeren in de lift. Dat was dus gewoon extractie, want er was toch nog een productie.